Dus ik kwam eigenlijk, door die blog te beginnen, mijn beleggersblok. beleggersblok. Like een writersblok. Ik wist het eigenlijk niet meer. Uh, wat moet ik doen? Uh, en ik, want ik begon te onderzoeken naar al die activa En ik zeg, er is altijd een scenario mogelijk dat dat verkeerde blijkt te zijn. Dus, uh, en eigenlijk is het dus in mijn veld. Hè? Uh, uh, maar uh, het probleem is, ik wist ook, een spaarrekening, als op een spaarrekening, no way. No way. Ik bedoel, in IJsland hebben ze alles verloren daar. De spaarrekening bestaat nog. want ze kunnen er twee à drie keer meer, minder mee kopen. Uh, dus uh, dat ga ik niet doen. Maar uh, alles in vastgoed ook niet. Dat kan ook dalen. Uh, maar ja, alles in goud. Ik bedoel, sorry, ik vertrouw het er niet genoeg voor. Ik heb mijn avontuur met zilver gehad en ik stop ermee. Uh, daar is mijn grote verlosser, Harry Brown... Iemand Op mijn blog zei Mark, kijk eens naar de permanente portefeuille van Harry Brown. En Harry Brown kwam met de theorie van de toekomst is onvoorspelbaar ja? um, en elke geconcentreerde investering is gevaarlijk. Ja? Je mocht er nog zwart in geloven, maar als je kapitaal allemaal in vastgoed zit, of allemaal op een spaarrekening, of allemaal in goud, of allemaal in aandelen, dan kun je heel veel winnen, maar kun je kunt ook heel veel verliezen. Um, <tosses> En hij zegt van, je moet niet proberen van de markt slim af te zijn. Zeg gewoon tevreden met het gemiddelde van wat dat geld oplevert in de markten. En dat komt af met de permanente portefeuille. En die permanente portefeuille zegt, probeert gewoon van elk klimaat te profiteren. En hij zegt van, kijk, er zijn eigenlijk maar vier klimaten mogelijk. Oftewel, je zit zitten in een periode van welvaart. En dan gaan aandelen to the sky en we willen de die hebben. Oftewel we zitten in een tijdelijke recessie. Uh, aandelen gaan even naar beneden, maar we spreken niet over, uh, over een grote crisis. Het is gewoon even een correctie. En dan wil iedereen in cash zitten natuurlijk. We zitten altijd te laat in cash. Maar uh, moesten we dan cash hebben, dan heb je toch nog iets om je uh, te beschermen tegen die tijdelijke recessie. Maar je hebt ook een serieuze inflatie mogelijk. En Harry Brown heeft veel geld verdiend door de goudboom uh, goud, um, van de jaren 70 op tijd te zien komen. Hij is daar ook beroemd mee geworden. En uh, uh, inflatie vindt hij heel belangrijk. Je mag dat niet negeren. Uh, en uh, daarvoor, goud is een cruciaal onderdeel van een degelijk gespreide portefeuille. Maar ook deflatie is mogelijk, zegt hij. Ja. Uh, uh, het is goed mogelijk dat, uh, dat de rentevoeten, die vandaag op 4% staan, blijven dalen. Net zoals in Japan, naar een halve procent. Desondanks al het geprint. Hè. Uh, het is goed mogelijk dat in onze regio alleen... Er crisis is en dat de rest van de wereld in welvaart leeft. En dan zal goud ook niet goed zijn. Huh? Uh, dus uh, hij zegt vier klimaten mogelijk Zorg dat je tegen elk klimaat beschermd bent. En dat doe je door die activa te hebben, altijd. En inderdaad, als ik dan Ik kon dat niet geloven, hè, want ik kocht nooit zaken waar ik niet in geloof. Ik was wel zot voor staatsobligaties te kopen. Sorry. Hugh Henry had wel gescoord in 2008 met plus 30%, maar ik zag ook wel van ver dat die boel ging crashen. Het is nu begonnen met Griekenland en ik geloof dat morgen... Ik geloof ook, ik heb ook mijn mening over die Activa-klasse. Maar goed, die Harry Brown, ik wil dat toch eens bekijken, want zo'n spreiding kan dat. Kan dat, kan dat winst maken, kan dat je koopkracht behouden. En dus keek ik eerst naar onze regio Europa. De laatste tien jaar sinds dat ik begonnen ben met de verliezen... Ja. Uh, aandelen inderdaad, waren een ramp. Je hebt 1% rendement en dan spreek ik met een boom van 1999 erbij en de herstel van 2009 erbij. Dan nog hebben aandelen maar 1%, officiële inflatie 2%. Je hebt dus elk jaar een beetje verloren en je hebt dus de koopkracht laten dalen officieel met 10%. Die obligaties hebben het oké okay gedaan. Goud heeft het zeer goed gedaan en cash heeft het oké okay gedaan. Um, maar de permanente portefeuille heeft het eigenlijk ook goed gedaan. Ja, dus die heeft erin geslaagd van 5,9% gemiddeld te halen, um, terwijl obligaties ook, cash minder en aandelen minder. Dus dat is wel goed. Uh, nou, je hebt 2% inflatie, je trekt dat eraf, je hebt nog altijd 3% rendement per jaar. Je koopkracht is toegenomen met 50%. Moest ik dat gehaald hebben, dan was ik heel tevreden. Uh, en trouwens, 2008, hé. wat een crash in die aandelen. obligaties het meest gestegen, goud ook omhoog, cash oké. Okay. Verlies, min 3% voor 2008. Ik had min 10% verloren, terwijl ik mezelf toch een genie vond van de bankencrisis te zien komen. En uh, ik was meer verloren als die simpele permanente portefeuille. Uh, Amerika. Uh, heb ik ook eens bekeken. Dus, okay, hoe heeft de permanente portefeuille het in Amerika gedaan sinds de jaren 72, want pas sindsdien is goud vrij. Dus je kunt de berekeningen niet doen sinds daarvoor. Uh, en inderdaad, in de jaren 70 hebben de zeer slechte beleggingen. Hè? Elke die in aandelen zat, was een vierde verloren. Elke in die in obligaties zat, een vierde verloren. Cash werd ook verloren aan koopkracht. Alleen goud was goed. En de PP, de permanente portefeuille, is, uh, heeft toch ja, 15 per jaar geld. dat is wel, vind ik heel goed. Inflatie is hoog, oké, okay, maar je hebt nog altijd 6 over. En dus met die simpele portefeuille, waar dat van drie van de vier actieven aan ramp waren, slacht hij er toch een van uw koopkracht te behouden en zogezegd wel zelfs te doen toenemen. Dus uh, ik vond dat wel knap. Uh, die jaren tachtig hebben we dan weer die periode van welvaart. Ja, oké, okay, aandelen doen schitterend. Je moet kijken, uw koopkracht vertienvoudigt in de jaren 80 en 90. Obligaties uh, was een normaal rendement. Goud was een totale ramp. Ja. Je koopkracht gedeeld door vier in de jaren de 80 en 90. En cash was oké. Okay. Permanente portefeuille toch, heeft toch 8% geld per jaar gemiddeld. Uh, ja. Dat is 4% per jaar na inflatie. Dus die is erin geslaagd van tijdens een periode van welvaart uw koopkracht te verdubbelen, terwijl dat hij wel 25% goud had. Hè? En toch is uw koopkracht behouden en zelfs toegenomen. In de jaren 2000 in Amerika was hetzelfde als in Europa. En als je het dan nu samenvat, en dat vind ik toch wel heel spectaculair, wat was het rendement op die 38 jaar dat die permanente portefeuille bestaat? Aandelen was het beste rendement. Je koopkracht is vervijfvoudigd. Goud, uw koopkracht is uh, plus uh, 370 procent. Maar de permanente portefeuille doet meer dan uh, bijna iedereen, hè? behalve aandelen. Maar de permanente portefeuille is er dus in geslaagd van een heel, heel stabiel rendement te hebben, op lange termijn ook. Een uh, rendement uh, dat zelfs beter is dan obligaties, goud, cash. En met 4,7% tegenover 5%, procent, bijna hetzelfde was als aandelen. Maar het grote verschil is dat ik met een permanente portefeuille elk, bijna geen enkel jaar negatief ga. Hè? Als je ziet, de jaren het 70, geen enkel jaar negatief. De jaren 80, hier min 5% ene keer, min 1% ene keer, dat is alles. In, in 2000 in de dotcom maar een halve procent verloren, ik was 25% procent verloren. Hier een halve procent. Dus... Allee, je hebt bijna geen negatief jaar en je rendementen zijn te vergelijken met. De, eigenlijk die zijn gewoon, goed. zijn gewoon zo goed dat je, je koopkracht zeker behoudt. Ook in Japan heb ik dat bekeken, want daar zijn andere rampen gebeurd. In Japan is het, eigenlijk het resultaat hetzelfde. In de jaren het 70 geen enkel negatief jaar, een goed rendement. Terwijl inflatie weer een ramp is. De helft van je cash verliest zijn waarde. Maar jij hebt dankzij je permanent portefeuille je koopkracht bijna verdubbeld. Uh, in de jaren 80 is het juist hetzelfde, bijna geen negatief jaar. Uh, en uh, een goed rendement in Japan. In de jaren 90 ook. Uh, wat, nee, in de jaren 90 is het interessant. Want uh, uh, het staat rood. Dus je bent met de permanent portefeuille min 5% verloren. Dat is eigenlijk de de, faling, de, de enigste faling die ik gevonden heb. En u kunt u je zelf afvragen, hoe komt dat? Maar ja, aandelen was een drama, goud was een drama, alleen obligaties waren goed. Dus, uh, uh, je zei 5% verloren. Ja? Maar, uh, dus, ik heb geen betere oplossing. Dus als er iemand erin kan bedenken, uh, graag. Maar ik weet wel één ding. Die obligaties die blijven in mijn portefeuille staan. He? Dus die 30-jarige staatsobligaties die blijven er bij mij. in. Want ik weet dat er een periode kan gebeuren dat dat tenigst is dat mijn koopkracht gaat redden. Dus uh, die blijven er wel in. Japan, uh, uh, op het einde, de jaren 2000, is heel interessant. Hè? Want uh, Japan zit al vanaf 1990 in een crisis, in een deflatie. En dat is nu 20 jaar aan de gang, dat zijn de laatste 10 jaar. En wat zie je? De inflatie is negatief. De inflatie is negatief in Japan. Dat is de eerste keer dat ik dat zie. Geld is toegenomen in koopkrachtwaarde. Uh, dat is ongelooflijk. De aandelen zijn wel verder gedaald. En goud de laatste tien jaar ook in Japan heeft het heel goed gedaan. Het is dankzij goud dat je rendement nu hebt bij de PP. Maar goed. Uh, Desondanks een enorme deflatie, waar dat vast goed is, dus 60% gedaald is in Japan op 20 jaar, uh, is mijn koopkracht met die PP in de jaren 80 okay, 5% eraf, in de jaren 90, uh, 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 sorry, de jaren 90 5% eraf, in de jaren 2000 30% erbij. Dus ik heb mijn koopkracht ook behouden met die PP. Als je kijkt op langere termijn in Japan, ook die 38 jaar, dan zie je dat de PP het beste doet van al. Dus, ja, dus uh, de rendementen in Japan zijn veel lager geweest dan in Amerika of als in Europa. En hoe komt dat? Omdat die een enorme deflatie hebben. Die yen is serieus gestegen in waarde. En uh, aandelen hebben dus een gemiddeld rendement van uh, maar 2% gehaald per jaar. Allee, op 30 jaar kunnen we niet spreken van een jackpot. Uh, en dus ook zo voor uh, obligaties... Uh, ik spreek hier over dus een periode van 1972 tot 2009, dus 38 jaar hè, is uw rendement geweest, uw echte rendement, hè, uh, 2%, 1%, 1,8, 1,2 en de pp 3,2 per jaar. Dus de koopkracht is zelfs meer toegenomen met een simpele permanente portefeuille dan met eender welke activa.